Ik wil graag van jullie 15 foto's hebben, zometeen. Wij kregen een opdracht. 4 Chinezen met post-its, 3 Chinezen met bamboe. 4 Chinezen met een grote koperen boeddha. Als mol heb ik alle foto's uit mijn hoofd geleerd, maar als kandidaat toch lastig om weer op te raken. Can you make a picture of you? Nathan, die moest een foto maken van 3 Chinezen met een camera. Kom, met z'n allen. Iedereen erop. En die foto is gemaakt door Buddy, met Nathan en ons allemaal. Hey, 100 euro's binnen! Ik weet natuurlijk dat die foto hartstikke fout gerekend wordt. Dat ga ik dus vaker doen. Dat gaat lekker. Wat ga ik doen? Meer foto's staan waar ik niet thuis hoor. En ik ga me vergissen in aantallen. Bijvoorbeeld 4 Chinezen met post-its. Yay! Ik vind 3 wat mooier. Boeddha trap! Kom, 4 Chinezen met een grote koperen Boeddha bovenaan de trap. 1, 2, 3, smash! Laten we daar maar 2 van maken. Hoeveel mensen? 3 Chinezen met bamboe. Hoeveel mensen moesten erbij? Ja, niemand. Oh, gewoon 4 bamboes? 4 bamboes. Dan heb ik die Chinezen even lekker weggelaten. Er schijnen geen mensen bij te hoeven. Dat is goed. Dankjewel. Ik ga gewoon voor die deur staan, ik haal Chinese mensen erbij en dan maken we gewoon een foto met die porseleinen borden. 4 Chinezen met een porseleinen bord met daarop een bloem. 1, 2, 3, smile! Maak van die 4 maar 3 en een foto is pas mooi met Nathan en mijzelf. 11 foto's zijn er ingeleverd. 4 waren daarvan goed. 400 euro voor de pot. Ik heb me kostelijk vermaakt, want alle foute foto's, 5 stuks, kwamen van mij.